stadion. De mensen staan klaar. En dit alles onder leiding van scheidsrechter Erik Brama. Erik Brama staat natuurlijk bekend als die lang uit Enter en die heeft 500 wedstrijden in de Eredivisie, 21 interlands en 43 Europese duels gefloten. En daarachter ziet u de spelers van zowel de ex-profs als de JO81. U ziet voorop lopen Patrick Jansen en hij loopt samen met Jalen Bonhoff. Patrick Jansen natuurlijk keeper bij CSV Apeldoorn. In het verleden onder andere Ahead Eagles, Vitesse AGOVV en Floriana FC op Malta. En daarachter ziet u Marcel Meuwis. En hij is de aanvoerder van de ex-profs. En hij loopt samen met David Orbons. En hij is de aanvoerder in de eerste helft van de EO81. Marcel Meuwis, u kent hem waarschijnlijk van VVV Venlo, Roda JC, Borussia Mönchengladbach en Feyenoord. En dan daarachter Gennaro Dix, onze eigen Gennaro Dix. Hij heeft onlangs weer zijn contract verlengd. En Gennaro die staat samen met Jamie Strijland. Gennaro speelde in het verleden onder andere voor AGOVV, Vitesse, AS Trenčín uit Slowakije. En hij is natuurlijk de broer van Feyenoord, Kevin Dix. En Mark Vennebeumer. Mark Vennebeumer die speelt nu voor CSV Apeldoorn. Heeft natuurlijk een verleden bij de profs van AGOVV. En hij staat daar samen met Thijs Wisseling. En Glenn Helder, dames en heren. Glenn Helder heeft de moeite genomen om naar het Orebos te komen. Hij speelde hier voor Sparta, voor Vitesse, voor Arsenal. En hij speelde 4 interlands. Wist daarin helaas niet te scoren. Maar toch een mooie. En Just Berens. Just Berens speelt voor Bennekom. In het verleden onder andere voor AGOVV, Vitesse, Royal Antwerp. En hij liep hand in hand met Wout Klumper. En de rijen die worden gesloten door niemand minder dan Apeldoorner Andy van der Meijden. En hij kwam zojuist het veld op samen met Maxime Bos. U herkent Andy van der Meijden natuurlijk van Ajax, van FC Twente, Inter Milan en Everton. En hij speelde 17 interlands, waaronder het EK van 2004. De spelers die gaan zichzelf nu voorstellen aan de JO81. En wij gaan straks genieten van een hele leuke wedstrijd. Jongens, wij wensen jullie nu al heel erg veel plezier. Nou denk van wie zie ik daar in het rood-gele shirt staan, maar die is wat groter dan die jongens van JO81. Dat is onze wethouder Nathan Stukker. Geef hem een groot applaus. Nathan Stukker zal straks samen met een van de spelers de aftrap gaan verrichten. Groot voetbalfan, voorzitter van de supportersvereniging van FC Twente, hoor ik net. Dus we hebben hier niet zomaar met iemand te doen, we hebben hier te doen met de wethouder en met een grote FC Twente fan. Echt aan scorebordjournalistiek, maar u zult verwachten dat het nulletje, wat nu nog een nulletje is, aan de linkerkant is voor de JO81 en het nulletje aan de rechterkant is voor de ex-profs. Dus de JO81 speelt thuis. Er staan heel veel supporters van de JO81 staan links voor de tribune. Ik wil u even op attent maken dat aan de rechterkant nog ruimte genoeg is. Zodat u elkaar niet in de weg staat bij het zien van de wedstrijd. Dus aan de rechterkant van de tribune ruimte genoeg. En ook daar kunt u het allemaal zeer goed zien. En de stoeltjes die zijn keurig droog gemaakt door Jan Wagenaar. Hartelijk dank.
Hij gaat maandag ook de kleedkamer schoonmaken. En we zijn begonnen. Thank you.
In de vijfde minuut is het 2-0 geworden. Doelpunt te maken, Maxim Bos. En even voor de administratie, voor u die meeschrijft, de 1-0 werd zojuist gemaakt door Koen Zwartbol. De aansluitingstreffer bij de Expros doelpunt te maken, Glenn Helder.
Nee, nee, door. Is het 2-2 geworden op een schitterende wijze, dat mag gezegd worden, doelpunt te maken, Andy van der Meijden. In de 16e minuut is het alweer 3-2 geworden, doelpunt te maken bij de JO81, Jamie Strijdoot. Pak hem! Jamie!
de bal pakken. En in de 19e minuut is het 4-2 geworden. Doelpunt te maken uit de strafschop Wout Klumper. Blessuretijd in de eerste helft bedraagt 2 minuten. Thank you.
tijd. Sterker nog, op een rustige wordt het 5-2 voor de JO 8-1. Doelpunt te maken, Jamie Strijland. En wij gaan even een paar minuten rusten. Met de eerste deur over. En zo kort maar rust in de 22e minuut wordt het gewoon weer 5-3. Doelpuntenmaker Marcel Meeuwis. En in de 24e minuut is het 6-3 geworden. Doelpunt te maken. De nieuwe aanvoerder in de tweede helft, Maxim Bos. En de aansluitingstreffer, het lijkt wel tennis hier. Het staat 6-4, doelpunt te maken, Glenn Helder. Thank you.
En zo wordt het in de 29e minuut 7-4 voor de JO 8-1. Doelpunt te maken opnieuw aanvoerder Maxim Bos. Direct na de wedstrijd zullen de wijze mannen gaan rekenen. En dan wordt er ook binnen no time bekendgemaakt wat de opbrengst zal zijn. De opbrengst die komt dus geheel ten goede aan Serious Request. En de jongens van de JO 8-1 zullen dus na de wedstrijd een check gaan overhandigen bij het Glazen Huis. Het zou natuurlijk heel erg leuk zijn als u erbij bent. Ik hoop dat het nog lukt überhaupt. Want gisteren en eergisteren was het stamp en stamp vol op het Marktplein. En het zal vandaag niet anders zijn. Maar mocht u nog bij willen dragen, dan kan het natuurlijk ook door hier een hapje en een drankje te halen. Zowel in het koffietentje van de familie Lochtenberg als in de kantine straks. Dus wij hopen daar een mooie bijdrage aan te kunnen leveren. Maar nu eerst de strafschop voor de JO 8-1. Thank you.
Zo loopt de JO 8-1 gewoon keihard verder uit na 8-4 in de 32e minuut. Doelpuntenmaker Koen Zwartbol. En de 8-5 op het score wordt gezet door de ex-profs. In de 33e minuut is het Jamaro Dix. In de 35e minuut is het 9-5 doelpunt te maken. Als het me niet vergis, David Ormond. Oh!
37e minuut wordt er dan weer gescoord door de ex-profs Just Berends. Spannend worden. De doelpuntenmaker in de 38e minuut voor de ex-profs die de 9-7 aantekent. Glenn Helder. In de 40e minuut. We krijgen overigens weer 2 minuten blessuretijd. Maar wordt het dan toch nog 9-8 de aansluitingstreffer? Vergeet hem om de score op te zetten. Doelpunt te maken opnieuw Marcel Meeuwis. Hey!
En zo wint hij JO 8-1 met maar liefst 10-8 van de ex-profs. Wat een geweldige uitslag, wat een geweldige wedstrijd. En zo zie je maar dat ze toch nog wat van elkaar kunnen leren. Het doorzetten van de JO 8-1 met onder aanvoering van Maxime.